Goeie smoes. Goeie smoes. Het is lekker begin van de dag, hè? Ik hou van jou, schat. Vincent John's blikje terug. Vincent. Ook uitstekend. Even social health. Aanradertje. Hou je een beetje van vissen? Van vissen? Oh god. Vroeger ging tering vaak vissen met mijn pa. Op dit soort momenten heb ik altijd dat ik echt weer weet waar ik 3 jaar of 5 jaar lang keihard voor geknokt heb. Dat diploma bedrijfskunde, die bachelor. Op mijn 23ste nog naar school gegaan, fulltime. Dat lijkt me echt een goed idee, want dan kon ik nog wat, hè? Zo'n papiertje, dat neemt niemand je meer af. Zit die dan? Die dopper ligt daar met een stuk stokbrood. Bruce, ja, help, help! Ah, ik hou hem niet! De Fishboys, jawel. Ik wil ons productietak echt ontzettend bedanken voor dit fantastische. Ik ga bijna denken dat het thematisch is dit. Wat zal het zijn? Botvangen? Zou ik je oprecht zeggen dat ik nu pas Willem Vissers begrijp? Holy shit. We gaan naar Willem, kijk of je nog koffie hebt. Kan ik wel gebruiken. Ik kan nog eventueel een Wij Gaan Winnen boek laten verloten. Of doen jullie dat nooit? Leuk. Verdenk jij eens iets? Toch? Naar welke club zou Geertruida moeten? Juist. Eigenlijk. Behalve dat hij moet blijven. Stel dat hij weg gaat, naar welke club moet hij dan gaan? Ja, en waarom? Dat is altijd bij mij een probleem. Ik lul te veel. Daardoor worden alle programma's te lang. Heb je die allemaal geschreven? Ja. Het is biografie van Piet de Visser. Dit zijn verzamelde columns. Dat is even mijn eerste boek, De Wereld is een Bal. Dit is het vorige titel van Feyenoord. Het gaat over het gouden seizoen van Ajax 2019. En zou je denken, waarom heb je er zoveel staan? Maar dat is eerste druk, tweede druk, derde druk, vierde druk, vijfde druk, zevende druk. Die Precies. Die belde mij in april op van, wil jij een boek over Ajax schrijven? Ik zeg, ja, maar het seizoen is nog 1 maand. Ja. Toen heb ik gewoon alle stukken uit de krant gebundeld. Maar het is het best verkochte boek geweest natuurlijk. Oké. Waarom dat het over Ajax gaat ook? Nee, ook omdat dat seizoen helemaal herleefd werd. Ja, precies. Dat was dat Champions League seizoen. Champions League seizoen. Oh ja. En daar van Vergaal, daar staan oude interviews in, maar ook heel veel nieuwe stukken. En dat vind ik ook leuk, want ik heb het vorig jaar, ben ik met mijn jongste zoon en mijn vrouw, ben ik daar geweest. Ze hebben gaan lunchen, heb ik het aangeboden. Mm-hmm. En dat was heel erg een leuke dag. Sta je naast Rick Elfrink en wie nog meer? Patrick Woods. Oh, en slechter hoor. Thijs Oosting. Oh. Alsjeblieft. Voor wie moet ik het adresseren? Voor de kijkers van... Van de FC Afkikken voetbalzomer. Ja, top. Boek heeft top boekje. Aardig gedaan. Ja? Ja, 3 weken de beste allerlei gedaan. Wow. Maar de vorige deed veel beter, dus wat dat betreft... Zo, de eerste vrijdag van de voetbalzomerweek staat erop. Even bij Willem geweest natuurlijk. En, deze man kan zo goed vertellen. Ja, dat is echt krankzinnig. En... Hij gaf ook nog even aan het einde natuurlijk een boekje. Zo. Is te winnen. Dus dat is natuurlijk leuk. Wij gaan winnen. Handtekeningetje gezet. Kampioenschap voor Feyenoord. Mensen, ik heb weer genoten. Maandag naar Vitesse. Vitesse. Hoe laat? En Lars. Hoe laat? Lars gaat morgen naar Ajax. Zo. Lars Jesse. Lars Jesse. Dus dat zie je ook nog. En Lars Jesse, heel veel plezier, jongen. Doei. We moeten hem nog steeds weggeven. Ja, toch. Wij gaan winnen. Van Willem Vissers. Je moest reageren. Zoals je dit ziet maak je geen kans meer. Ik ga nu een winnaar bekendmaken. Naar welke club Geertruida dan wel moest. Omdat we eigenlijk Willem, Lars en ik vonden dat Leipzig nou niet de mooiste club was. Willem heeft er wat ingezet. Dat was ook mooi. Ik hoop natuurlijk dat de Feyenoorder wint. En de winnaar die ik heb uitgekozen, die stuurde in. Ik zou Barcelona een hele vette club voor Geertruida vinden. Een speler met bravoure. Een goede dribbel voor verdediger. En de jongen die speelt met het hart, net als Malaysia. Barça en Nederland is ook een goede combinatie gebleken. En ik denk dat hij echt een aanwit zou zijn voor het elftal van Xavi. Ik zou graag dat boek willen winnen, want ik ben levenslang fan van Feyenoord. En ben echt geïnteresseerd. Leuke video. En de winnaar is Buk Versteeg. Dus stuur even een Twitter DM'tje of een Insta DM'tje. Of een mail naar broes@fcafkikker.com. Even je gegevens en dan zorgen we dat dit boek jou kan doen. Lekker Bukkie. Gefeliciteerd, man.
Ja, lieve mensen, een hele goede morgen allemaal vanuit deze prachtige Ford Fiesta, bouwjaar 2007. Maar goed, ik ben hier niet op een auto-YouTube kanaal, maar in de vlog van de FC Afkikken voetbalzomer. Nou ja, van zomer kunnen we vandaag niet echt spreken, want het regent pijpen stelen. En het is tijd voor de eerste training van Ajax. Nou ja, dat zeg ik niet helemaal goed. Gisteren waren ze al heel even op het veld, maar vandaag is het open voor media. En ja, dan mag ik er ook heen. En daar heb ik gewoon heel erg veel zin in. Ik ben toe aan Ajax-prikkels. En ik ben toe aan het zien van talenten. De lucht is weer zwanger van verwachting, zou Rick Elfrink zeggen. En dat zeggen wij inmiddels ook echt heel erg vaak. Maar ja, ik ga zo meteen de regen trotseren. Gewapend met een paraplu. En ik heb er gewoon heel erg veel zin in. We gaan eens kijken wat Ajax op de map brengt. Hallo. Ik ben van de media. Moet je even naar de kantine boven eens. Dank u wel. Ja, inmiddels lekker aan de zijkant van het trainingsveld. Kijk, ze zijn hier in vier groepjes verdeeld aan trainen. We hebben een afzwaaiend VI Clubwatcher en een komend VI Clubwatcher. We zijn dus in vier groepjes aan trainen. Ze wisselen de hele tijd door. Je hebt een beetje een groep AM en Berghuis, Klaassen, Hato, Vos, Saledin, Wijndal en jeugdspelers bij elkaar. Dus dat onderscheid zie je wel. Elk groepje wordt onder handen genomen door iemand anders. Dus Stijn staat in het midden, maar er is een groepje onder leiding van Bekatti. Dan is er een groepje onder leiding van Maduro. Op zich kan je niet super veel zien op zo'n training, maar het is wel gewoon leuk om te kijken. Het regent overigens niet, dus waarom ik hier sta met die paraplu? Terwijl de aanwezige journalist hier achter mij nog even met trainer Maurice Stijn staat te praten, vind ik het wel mooi geweest. Het is tijd om naar huis te gaan. Je ziet dat Wijndal naar de sportschool is geweest en je ziet dat Klaassen en Berghuis er zin in hebben. En verder is het gewoon vooral leuk om er even te komen. En dat. Goedemorgen. Hey. Jij staat hier niks te doen en Sander moet alles tillen. Ja, dat is correct. Ik ben opgestaan, het is hard werken voor mij. Ik heb een steen er weggerold, niet in mijn auto. Nee, niet goed. Waar gaan we heen? We gaan naar Arnhem. Wat? Arnhem. Vitesse. 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 Ken je die? Mijn naam is Johannes. Wat club ben je? Van Ajax? Nee. Vitesse. We zijn op Papendal. Ja, bij Vitesse. Vitesse. Die grap hebben we net al naar koffie hebben. We zijn op Papendal. We zijn op Papendal. Bij Vitesse. Ja, ik wil vallen. We zijn op Papendal. Bij? Vitesse. Gaan we doen? We gaan even een voetbalzomertje opnemen. En even praten met wat mensen van den club. Ik ben hier, ik ben wel eens op Papendal geweest. Ja. Maar nog nooit zeg maar, op het Vitesse gedeelte. Nee, ik ook niet. De hele happening. Yes. Alsjeblieft. Hello. Goedemorgen. Hey. Morgen. Dit is mooi, Lars. Die spelers die nu uitkomen, dat zeg maar de Lars van Velsums. Van Vitesse. Die hebben tegen veel haast nu om op tijd te komen. Ja, kijk even. Goedemorgen. Roepen, goedemorgen. Hij was echt, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooi doen. Snikken. Is het ook bizar dat je daar gewoon alleen bent? Ja. Er is geen niks op. Ja, wel dat hij 100 penalties weggaf. Oh, ja. Dat smaakt ook. Beetje positief. Deze even rippen en even bij een tweet om. Dat vind ik broek leuk. Het ook pas 26 keer gezegd. Ja. Vitesse. Heb jij nou een hand gekregen van Nicky Jos? Ik heb een hand gekregen van Nicky Jos. Goedemorgen. Hoi. Hoi. Hoi Sander. Samen Annet. Toch mooi. Eén Europees kampioenschap onder 21. Ja, maar dat is... Wat, hij is zo lekker gewoon gebleven. Is het zo? Ja, hij was echt heel aardig. Hij stelde zich... Want het was... Ik zeg heel eerlijk. Ik stond daar dus zo. En dan komt hij, want daar gaf hij de persje even een hand. En dan sta je toch even van, wat gaat er gebeuren? Maar gewoon een handje. Handje? Ja. Je lijkt wel verdomd veel. Ik heb net met die bal geschoten, straks gaan die handtekeningen eraf. Van wie is deze handtekening? Laat het achter in de comments. Wat zullen we zo meteen vragen aan Melle Meulensteen? Hoe is het om een allitererende naam te hebben? En of dit een beetje ja, toch het seizoen van de revival moet zijn? Ik bedoel, dat klinkt misschien vrij overdreven. Ja. Maar meer, ze hebben hè, met die overname... Sportief gezien, qua selectie, met gasten uit de regio. Dus gewoon even meenemen in het proces. Ik kan me niet kwalijk nemen dat ik opeens verbaasd ben van het feit dat jij input levert. Ja, ik heb er eens over nagedacht. Ja. Dat gebeurt niet vaak, maar... Dat is toch schrikken. Hij gaat ook zomaar dat veld om ook. Je bent zo'n asociale gast. Ja, tuurlijk wel. Als het lukt... Betaal ik Mackie. Ja, is goed. Ja, is goed. Nee. Als het lukt, betaal ik Mackie. Betaal ik als jij.
Gaan we vandaag naar de Mac dan of een ja, andere? Ja, zeker gaan zo. Mac. Dat zal zin ook in. Mag hem wel gaan halen hoor. Ja, ik ga even zo. Doei doei. Is dit echt zo'n vlogding? Ja man. Ja. Kijk, je kan dus ook... Zo, dat werkt ook echt vaak goed. Ja. En je kan dus ook allemaal verschillende standen kan je. Dus dan als je deze... Oh, dus hij blijft voor jou dan blijft hij stabiel of zo. Oh ja, zo. Het is een beetje een, hoe noem je zo'n ding, zo'n grote versie? Zo'n... Ja, gimbal. Gimbal. Tot zo. Tot zo, bedankt. Tot zo, bedankt voor de tijd. Ik ben dus helemaal gek van allitererende namen. Jij bent zo iemand, hè? Ja. Meulensteen, waarbij de voor- en de achternaam gelijk beginnen. Nou dachten wij, hoe is jouw voetbal? Hou je ook van voetbal? Zeg maar, ben je ook echt voetbalfan, zeg maar, met statistieken en volg je alles? Of is het je werk? En... Nee, ik ben wel echt fan van, ja. Mijn broer is ook analist, dus die houdt, ja, die is daar ook echt helemaal gek van. Oké. Nou, laten we een dingetje doen. Dan doen we omste beurt een voetballer noemen, waarbij de voor- en de achternaam beginnen. Jezus. Zo. Ik heb eens volgens mij, ik had ooit zo'n lijst gezien van de Eredivisie die dit had, maar we kunnen beginnen. Ja, maar dan mag jij beginnen. En dan mag je met jezelf aftrappen, dat is een tel ik, ja? Ja. Oké, Melle Meulensteen. Pedro Porro. Kees Kwakman. Miljan Manhoef. Ja. Oh, we gaan ook gewoon voor oude spelers. Nee, gewoon alles. Voetballers. Zo. Zo. Je overvalt me echt, man. Ja, ik we hebben dit gewoon besproken. Ja, ik overval hem helemaal. Ja, gewoon niet daar. Niet over nagedacht. Moet ik doorgaan? Vincent voor mij. Vincent voor mij. Kevin Kurangi. Ja, ik... Ja, jij hebt dit. Jij kan wel zelf toch? Uren over nagedacht. En Eredivisie spelers. Ken je nog Eredivisie spelers? Nou loop ik vast. Ja, dus... Ja, nu kom ik. Als je Jens Jansen. Dus... Ja. Vincent voor mij vond ik trouwens wel echt een mooie. Ik moet gelijk aan Takema denken. Takema. Ruben Rodriguez. Zo! Kan ik ook gewoon random namen gaan doen? Nee, die bestaat. Hij staat bij Den Bosch. Hij is in Engeland. Dat is één reden om te heeft bij Ruben Rodriguez. Ja, weet ik eigenlijk niet. Volgens mij hebben bij Juventus gezeten, dacht ik. Of is dat die andere gast? Nee, dat was die opzoeker. Er is sowieso... Dat was die lange tien. Er is sowieso Ruben Rodriguez. Leandro Rodriguez is dat volgens mij. Nou, Joop. Of Joop. Broers, kom op. Nee. Ik haak af, denk ik, man. Shit. Ik haak ook. Heb jij daar Nee. Verdomme. Ik dacht, dat komt nog wel. Maar dan weet je er toch nog wel eentje. Was niet die spits van NEC, Ali Akman? Heet die niet Ali? Ja, dat is goed. Ja, dat is een hele mooie. Ja, nou loop ik helemaal vast. En ik begon het nog zo stoer. Nee, Lars heeft in ieder geval verloren. Laten we het daar sowieso op aanhouden. Kloten. Nee, jij had wel een paar uit elkaar verloren, Lars. Met Kevin Kurangi had mijn kruid wel een beetje verschoten. Ja, je hebt verloren. Jammer. Melle, thanks. En als je er nog eentje komt... Laat me weten. Oh, iets komt, ja. Oh ja, je lijst weer vinden. Alleen even via handtekening nog wel zetten. Ja, natuurlijk. Als je deze gewicht even wil pakken. Dan wordt hij toch veel waard ineens. Ja. Ik zie dat heel hard ik mee gespeeld, dus niet. Ja. Nou, ik sta sowieso in de lijst aan Melle. Ja, jij staat er sowieso in. Maar ik kan misschien, weet je wat, misschien ga ik het wel even op Twitter of zo. Dat mensen het mogen aanvoeren. Maar Eredivisie of gewoon? En gewoon algemeen. Oké. En als jij er nog één weet, bedoel het maar wel. Yes? Thanks. Mannen. Dank jongen. Thanks. Ja, ik moet ik nee zeggen nu. Ja, mag wel. Als je geen zin hebt, is het goed hoor. Ik heb hem erin gesleurd. Ja? Is hij er toch in? Zo dan. Oh, jullie staan erbij. Ja, dat is makkelijk. Heel nou, we gingen net een spelletje doen over allitererende voetballers. Wat? Met dezelfde voornaam. Die zijn moeilijke woorden. Dezelfde letter, voornaam en achternaam. Oh. Maar we kwamen ja, ik Melle Meulensteen. Ja. Ja. Kevin Kurangi. Melle Meulensteen, Bartosz Kujawek, Kasper Kolsowski. Hadden de vier. Shit. Maar die wist hij ook niet. Nee. Dus die wist Melle ook niet. Adam ook even... Nee, laten we dat niet doen. Nee. Brian Robbie. Ali Akman. Brian ja. Robbie. Ali Akman. Die zei ik, ja. Kant viel tegen. Ja, dat is leuk, toch? Ja, dan kun je een quiz doen of zo. We gaan dus nu in de vragen spelers die MVG heten. Michael van Gerwen, ja, oké. Ja, sterk. Ja. Oh, ja, het gaat regelen. Ja, ik had nog even waar ik heel erg benieuwd naar was. Van, ben jij, met alle respect, toch wel oudere speler inmiddels. Is er iemand die zich ook echt over die jonkies ontfermt? Of misschien zelfs op de ouderwetse manier van af en toe even aanpakken? De Nestor. Of, ja, de Nestor. Ja, er zit een beetje een mix in, denk ik. Maar ja, ik ben altijd wel een teamspeler. Ik ben zelf ook jong geweest, ik weet hoe het is. Dus ja, je probeert ze af en toe te helpen. Af en toe hebben ze een klein schopje onder kont nodig.
En zometeen gaan ze gewoon mijn bord opruimen en verder. Kijk, grote klasse. Nee, verder, ja, die kleine dingetjes horen erbij, maar ze zijn altijd leergierig, hardwerkend en het is mooi om te zien. Leuk man. Ja? Ga snel naar binnen. Dankjewel jongen. Thanks. Ga snel. Dankjewel hè. We zijn even naar een droge plek verplaatst. Ja, droog, maar we staan zeker goed hè. Hoi. Hoi. Die voor u? Ja, Filip zou ook nog iets naar rechts kunnen. Ja. Twente hadden wel contact, daar gaan volgens mij volgende week gaan we daarheen. Voor mij kan die. Ja. Je merkt op het einde van het seizoen, terwijl hadden we toch een aantal goede resultaten, hebben goede wedstrijden gespeeld, je eindigt op de ranglijst nog goed, dat iedereen een heel anders op het trainingsveld stond in die week. Van, ja. Als je dan zo eindigt en je komt terug, dan merk je dat aan de spelers dat toch wel een beetje blijft hangen en niet dat de negatieve sfeer. Ja, ik denk dat wel een belangrijk punt is voor ons om van daaruit verder te gaan. Met frisse energie en dat iedereen na de vakantie ook zin heeft om zich weer te melden. Ja, ja precies. We hebben er weer zin in voetbalseizoen, toch? Ja, zeker. Zeg maar, heb je dan in de vakantie dan evengoed wel, blijft het dan toch kriebelen voetbal? Ik bedoel, dan, of zet je het helemaal even uit? Gewoon even... Of leef je helemaal uit dat helemaal uitzetten gaat. Dat gaat niet, omdat er zijn eigenlijk zaken... of gesprekken met spelers of met de technisch directeur die... Dat stopt niet. Die contact hou je wel. Dus helemaal uitschakelen niet. Maar als je dan even op vakantie bent. Ik ben zelf weer 2 weken weg geweest. Dan probeer ik het wel tot een minimum te beperken. Okay. Om ook even aandacht te hebben voor, voor de rest. Gezin en, ja. Dat is ook natuurlijk belangrijk. Maar voetbal helemaal uitzetten. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Ook voor mij. Hoor. Ook voor mij. Dankjewel, Filip. Oké. Dankjewel. Graag gedaan. Succes met het programma. Yes. Zou je misschien... We hebben een bal. Zou je die misschien even willen signeren? Want we gaan dus bij iedereen... Ik weet het even. Alsjeblieft. Top, dankjewel. Nee, top, dankjewel. Dankjewel. Bedankt, hè. Okay, succes. Hè. Koen, bedankt. Ik zat te tellen. Even opname met z'n drieën. Toch gauw 101 in te las. En 400 dailies. 400 dailies, zou ik dat doen? Ik vond het leuk, kwam bij Vitesse. Ja, ik ook. Alles mocht hier. Ja. Een trainingje gekeken. We hadden met een Meulensteen. Ja. Toen vroeg Koen nog de persvoorlichter of we Mark van Ginkel wilden. Ja. Philip Cocu. Ja. Nou, er zijn clubs waar je niet twee belangrijke spelers en een trainer te spreken bent. Nee. En ook best wel eerlijk, hè? Gewoon over de grootte van de selectie, over de status van de club. Ja. En een handtekening. Gaan we nog door? Ja. Het is ook alweer mooi geweest. Maar zo leuk was het nou ook weer niet. Kutlijk. Nee, schietje. Tessen. Dankjewel. Hey mensen. Heb je alleen voor jezelf besteld? Ja, wil je ook wat? Dat is echt een leuk grapje. Deze wordt nooit gemaakt. Is het omdat ik dik ben? Dat is je probleem dan? Nee. Wat zeg dan? Ja. Mag ik daar heel veel over zeggen? Behoorlijke beuken. Het is welvaart mensen, is welvaart. Welvaart. Nou, we gaan even eten. Zij zijn even aan het editen. Oh, wat is die druk. En mensen, weten jullie nog allitererende namen? Voetballers met allitererende namen. We wisten nog een paar. Martijn. Jij dat je dacht? Martijn en Max Meerdink. Ja, dat komt dan toch opeens op. Geef ze eten. Mohammed Meerdink. Zijn zoon. Ik wil graag even mijn recensie laten zien bij jou, Sander. Ja? Ja. Recensie in? Boek van Nick Engelman. Ja, schaakmat. Dit vermakelijke boek is een absolute leestip voor iemand die een kant van de voetballerij wil leren kennen en begrijpen die niet wordt uitgelicht in talkshows en kranten. Er stond ook nog wat kritische noten in, maar die zijn niet op de achterkant gekraakt. Nee? Goed, nee. Maar dat maakt niet uit. Nee, hoeft niet. Legend, Nick Engelman. Hey Mart, enorm bedankt voor het mooier maken van dit boek. Nou ja, het is wel echt een van de aardigste mensen in de voetballerij. Zie ik daar een tv-eindredacteur? Ja. Staat dat op je LinkedIn? Nee, ik heb mijn scriptie niet gehaald, dus ik wil het in één poos doen, ik heb mijn scriptie gehaald. En ik werk voor tv. Ja, nu werk ik voor tv. Ik heb mijn scriptie niet gehaald, maar ik werk al heel lang voor tv. Ik denk niet dat we dit per se online moeten gooien. Nee, laten we dit niet online. Nee, dat komt alleen wel. Alleen als of toch wel! Prank! Als je... Ik sluit niet uit dat ik Hercules 2 inroof voor een club in de Japanse Eredivisie. Ja? Want ik denk dat ik nooit zo slecht heb gezien. Wegstopt met die zee. Nou, die had ik ook niet gepakt. Dat was jouw Florian dan hoor. Nee, dat is... Het er niet mee eens? Niet met Mart. Definitie van merk. Het is jouw bedrijf, hoor. Ja.
Ja, dat is een mooi eindsignaal. What you say? Come on, Ike. Gaan we lunchen? Gaan we lunchen? Heb jij een pas? Pas ik voor. Pas me toe. De bodywarmer zit terug. Pas op. Mooi keer, Helmond. Is je aan? Dat is goed. Ja, lekker, lekker melk. Ja, zeker. First time in the office, man. Dus, was niet zet. Ja, je hebt ons een goed tijd, man. Ja. Echt vet, niet? Ja, lekker mooi, man. Je zou zo influencer kunnen worden. Ja, ik heb jij ook. Die mensen hebben influencer naar jullie in te gaan. Ik heb veel gehoord, moet ik zeggen. Ja. Maar het is ook best leuk om dat van andere mensen te zien. Goedemorgen allemaal, vanuit het oog van de storm. Het is hier krankzinnig weer. Oh, dat is niet te doen. Maar ik heb, dat is het voordeel van wonen in het oog van de storm, dan valt de schade hartstikke mee als er wat gebeurt. Hè? Kijk, net een nieuwe auto. Een klein deukie zit erin, want er ligt een klein boompie bovenop. Het kan toch gewoon gebeuren? Klein boompje, joh. Ah, joh. Mart, je hebt nu in te pakken. Oh, die rechter, voel je die? Wat? Ja. Het is lang geleden dat iemand bij mij dit geluid maakte. Ik vind het gek, maar dan weet je hoe jouw slaapkamer eruit ziet. Dan laat je nog geen varken in. Mijn huis. Oh. Nee, met een hoarder. Nu is het tijd voor pijn te doen. Zo. Je bent gelijk weer wakker. Ik wil ook zo ontspannen. Wat is dit? Voor de FC Afrika voetbalzomer. Frank, een vlog? Ja. Kijk je niet? Nee. Ongelooflijk. Ik kijk wel de daily, maar dat doe ik alleen om in slaap te vallen. Ja, alleen te Dus dan val je in slaap met zijn stem? Ja. Dan word je niet om 3 uur s'nachts wakker. Ik vind het wel een lekker gevoel dat jij met mijn stem in slaap valt in je oor. Doet dat tenminste nog iemand? Ik kan verbessen, 15 uur lijkt me wat veel. Ja. Mario Blatter moet vanavond een tentamen doen marketingcommunicatie. Ik wil hem graag even succes wensen. Ken ik je al wat langer, dus weet ik dat je wel een snuggere jongen bent. Heel veel succes vanavond met je tentamen marketing en communicatie. Ik hou heel van die gasten, man. Ik heb al zijn voetbalvrienden gevraagd die ik waar ik het nummer van had en mensen reageren positief. Elke Jansen doet mee, Nick Vossenbel doet mee, Dick Lekien doet mee, Clint Leemans doet mee. Jeroen Veldmaat, als hij tijd heeft met zijn kinderen, maar goed, dat is ook iets belangrijker natuurlijk. En Thomas Vrijdes ook. Mario, hij zit gewoon in de auto. Goeie kop dit toch? Dat is mijn broer. Spierings ook een video. Goal tegen Goethe is vergeven in 2000. Zal ik hem dat ook even hebben? Nu, knipoog. Kijk, dat is dan te amicaal worden met voetballers, weet je. Hij kent mij ook helemaal niet, dat maakt het nog beter. Dick Lukien video ook binnen. Dat is oude strijden. Ja, prachtig. Je moet even die vocal isolation aanzetten. Wat is dat? Ja, als je op een clip klikt. Ja. Heb jij niet je programma geüpdate? Ik wil dood. Je maakt godverdomme een video en de conclusie. Heb jij niet je programma geüpdate? Nee! Ik heb niet mijn programma geüpdate. Woensdag wel naar Twente. Enschede. Ja, we zijn op trainingskamp. Ik heb niet gevraagd waar ze op trainingskamp zijn. We komen wel langs. Albufeira. Wat ja, dus maar ik wil graag dat Broekstel er ook even naar kijken. Goed gedaan, Martje. Kijk, dat wilde ik horen. Daarvoor deken. Ik heb me de hele dag, ik ben zeker 4 uur bezig geweest. Nou, 3 uur bezig geweest met deze video, maar niemand liked. Dus ja, op Insta loopt het wel, maar ik ben geen Insta-man. Dat hoor je toch? Nee, ik heb alleen besloten om niet meer mijn Instagram leeg te laten, dus wel de dingen te delen. Geïnspireerd op Broekstel, waarvan ik vind dat hij dat erg goed doet. En Bruce team met 4 A's. Het is 10:30. De week zit erop. Ik loop op Utrecht Centraal. Het kabinet staat op vallen. En dat lijkt me een uitstekende manier om deze week af te sluiten met een... nou goed, waarschijnlijk redelijk dramatisch einde voor Nederland. Maar we mogen het niet over politiek hebben.